Nu kan je gewoon zien hoeveel mensen er zijn, echt holy shit. De tering. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga vandaag naar Rotterdam. Want dan ga ik even met mijn moeder eventjes wat spulletjes halen. En waarschijnlijk ook een oplaad van mijn laptop, want ik gebruik nu mijn oplaad van mijn vader. Maar ik ga dus kijken of we een nieuwe oplaad kunnen vinden. Ik zie jullie misschien zo wel weer. Dus tot zo. En in Rotterdam. Ik zit in de auto en we gaan nu even naar de parkeergarage. Gaan we daar even onze auto parkeren. Dan gaan we even naar de Bijenkorf en dan gaan we even wat dingetjes halen en zo. En misschien zie ik jullie zo nog wel. Tot zo. Yo mensen, ik ben nu weer in de auto. En die zon zit nu fucking raar hier zo. Maar ik wil even iets laten zien. En dat doe ik zo. En nu heb ik deze pet op. En als ik nog een keer mijn vingers knip, dan heb ik de YOLO pet op. En als ik er nog een keer mijn vingers knip, dan heb ik de OB pet op. En ja, dat zijn dus mijn nieuwe petten die ik heb gekocht. Maar ik doe even die Parijs pet even op, zo. Maar het was echt niet normaal druk in Rotterdam, holy shit. Nu kan je gewoon zien hoeveel mensen er zijn, echt holy shit. De tering. Echt, kijk dan even auto's en mensen. Kijk dan daar, oh wat. Echt niet normaal. Want er zitten super veel mensen en die gaan allemaal in één winkel proppen en gewoon. Echt niet normaal mensen, hoeveel het zijn gewoon echt. Ik bleef wel rustig, alleen ik werd er soms een beetje gek van. En ja, ik ga nu even kijken of je wel kan zien tenminste. Oh, je ziet me wel een beetje gelukkig. Maar ik ga nu weer op weg naar huis. En ja, ik was dus net in de Bijenkorf geweest. En we zijn bij Bijenkorf hebben we koffie gehaald. Oh, alles allemaal gekke dingen hier zeg maar. We hebben dus bij Bijenkorf hebben we koffie gehaald. En we hebben nog andere dingetjes gehaald. Alleen waarom ik opladen van mijn laptop halen. En dat kon niemand, die was er niet ofzo. En check jullie thuis wel weer. Doei, tot zo. Maar tenminste. Mensen, we zijn weer thuis. Ik ben weer thuis. En ja, het was wel leuk in Rotterdam en ook wel heel druk wat ik al zei. Maar we zijn weer thuis. Oh ja. Yeah. Ik sluit de vlog zometeen even binnen af. En dan zie ik je zo weer. Tot zo. Yo mensen. Dus ik heb misschien wel genoten van deze vlog. Abonneer. Laat een reactie achter, deel met je vrienden en vergeet blauwe duimpje niet. En dan check ik jullie later bij een volgende vlog of video. Peace out. I feel paralyzed.